We gaan weer een 1-2'tje doen met Yves. Dat ben ik zelf trouwens. Ja, dat is goed uitgepakt. Dat is heel goed uitgepakt. Ja, we zijn echt een boterland. En het is natuurlijk een prachtig land om op te varen. Hey, en zijn er ook nadelen aan een familiebedrijf? Nou, dat je af en toe elkaar de hersens in slaat. Wat voor leider is Bas? Nou, toch een beetje dominant, denk ik. Ja, ik ben weer heel blij dat ik weer kan beginnen met een nieuwe serie van de podcast 1-2'tje met Yves. Vorig jaar begonnen als lolletje, maar die lol is inmiddels omgeslagen in ambitie. En met deze podcastreeks, deze nieuwe reeks, Uitblinkers is de titel, wil ik luisteraars de gelegenheid bieden om de meest persoonlijke gesprekken samen met mij en mijn gast, en in dit geval de uitblinker, te beleven. Tot nu toe heb ik 3 series gedaan. De eerste waren de 1-2'tjes met Yves, waarbij ik talloze prominenten even belde hoe het met hem ging en waarbij de noemer was niet poetsen, maar lullen. Dat was zeer amusante content en die content is ten alle tijde terug te beluisteren. En daarna kwam de serie Ondernemen in tijden van corona. Grote en ook kleine ondernemers waren buitengewoon openhartig over wat corona voor hen, nu, maar ook in de toekomst, en vooral ook voor hun bedrijf en voor hun persoon betekent. En daarna kwam de wekelijkse podcastshow The Gigs, waarin ik op weekbasis zo'n beetje het hele nieuws van de week op zeer ongenuanceerde wijze beschouw, bespreek. En vooral aan mijn vaste bedweters zoals Erik de Vlieger en Won Jip allerlei vragen stel en gewoon van hun wil weten hoe zij er eigenlijk naar kijken. En dat heeft regelmatig de media gehaald en is ook best wel amusante content. En nu breid ik dus mijn podcastreeks uit met de serie gesprekken Uitblinkers. Mannen en vrouwen die het verschil maken. En waarom maken zij het verschil? En ik ga aftrappen met Bas Lengers. Hij is de eerste uitblinker. En waarom is hij de eerste uitblinker? Hij staat aan het roer van Lengers Yachts. Dat is al 50 jaar een prachtig familiebedrijf, een begrip in de nautische wereld. Het bedrijf heeft de afgelopen jaren een indrukwekkende groei doorgemaakt en heeft vestigingen in Nederland, in Duitsland, in Spanje. En Lengers Yachts is daarnaast ook nog eens de best performing partner van het zeer prestigieuze Italiaanse San Lorenzo. En is voor de 5e keer uitgeroepen als nummer 1 dealer voor Prestige Yachts. En ook voor Blue Game, ook een prachtig Italiaans merk, en Saks is Bas nummer 1 dealer. Hoe flikt hij dat? Dan zou je zeggen dat hij een goede uitblinker is. De afgelopen dagen was Bas te vinden op de Lengers in Water Bootshow in Muiden. Dat zijn open dagen aan het water. En samen organiseerde hij dat met enkele partners zoals Gaston Diamonds en het mooie automerk Lamborghini. Lekker varen, een borreltje nemen en elkaar ook weer ontmoeten en allemaal coronaproof. De schepen waren verbluffend. Ik heb zelf een mooie tocht gemaakt met de Nederlandse première van de Blue Game. De BGX70, ja, mondvol, maar ik kan niet anders zeggen, prachtig schip. En ik wil gewoon weten, hoe heeft Bas dit mooie bedrijf opgebouwd? Hoe houdt hij het in stand? Hoe kijkt hij naar de toekomst? Wat betekent corona voor de watersportbranche en voor Lengers Yachts? Het is tijd dat ik ga bellen met Bas Lengers, de uitblinker van deze week. Hey. Hey Bas. Hey, goedemorgen, goedemiddag jongen. Ja, middag. Ja. Voelt het als morgen voor jou? Nee, het is even nog vroeg begonnen. Ja? Dus ja, er is best wel veel gebeurd het weekend. Ben ik al in de, ja. In de pop? Ja, je bent in de podcast. Hey, ik heb hier net, dit is een nieuwe serie Bas. Dus we hebben de serie gehad Niet Poetsen Maar Lullen. We hebben de serie gehad Ondernemen in tijden van corona en de gigs. En dit is een nieuwe serie, De Uitblinkers. En jij bent de eerste, dus blijkbaar kan je iets goed. Maar daar ben ik natuurlijk wel nieuwsgierig, Bas. Ik ken je natuurlijk al een hele tijd. Maar waarom ben jij zo goed? ja, een moeilijke vraag, hè? Maar je kan ja, toch wat. Ja, ik zeg nooit iets over mezelf. Het enige wat ik wel durf te zeggen, dat ik heel goed kan varen. Ja, dat heb ik toevallig dit weekend meegemaakt. Dat kan ik dat durf ik dan van mezelf te zeggen. Nee, wat ik denk ik... wat belangrijk is om succesvol te zijn, is ten eerste een goed team om je heen te verzamelen. Alle mensen die passie hebben.
Die ook, ze kunnen bijna nooit, je kan natuurlijk nooit verwachten dat ze 100% dezelfde inzet hebben. Maar ik denk wel dat we nu bijna een team hebben die bijna allemaal dezelfde inzet hebben dan ikzelf. Dus dat werkt. Ik denk de goede producten opzoeken. Hè, in dit geval de mooie brands die we verzameld hebben. Je netwerk, maar ook goed aandacht houden voor je netwerk. Goed bereikbaar zijn en je afspraken nakomen is natuurlijk heel, heel, heel erg belangrijk. Hè? Vooral bij een schip kan natuurlijk heel veel gebeuren. Hè? Een schip moet gebouwd worden, moet gecreëerd worden. Kijk, een auto, daar worden er 50.000 van gemaakt. Dus dat is een lopende band. En de boot is elke keer bijna het wiel opnieuw uitvinden. Dus aandacht is heel belangrijk. En als je dat, denk ik, in een mooi vat giet samen. Ik denk dat het allemaal lukt en dat hebben we ook laten zien. Want als je kijkt, hè, naar 2019, dat weet ik dan toevallig, dat was een ontzettend goed jaar voor Lengers. Maar het ziet er naar uit dat 2020 een recordjaar wordt voor jullie. Hoe verklaar je dat in deze absurde tijden? Ik had sowieso verwacht, eerlijk, nadat we Düsseldorf Boatshow gedaan hadden. Is dat het in januari is dat, hè? En na de Masters of Luxury, hè? Ja. Voelde ik aan de markt dat ik denk, nou, we hebben 19 goed jaar gehad, maar 20 kunnen we al eens even gaan pieken nog een keer. Dat we er overheen kunnen gaan. Nou, dat bleek ook, want we hebben eigenlijk heel veel directe orders ook in Düsseldorf gekregen. En ontzettend veel afspraken met klanten naar de werven toe, proefvaarten. Nou ja, en toen kwam de corona. Dus ik moet je eerlijk zeggen, de eerste 2 maanden was ik absoluut van overtuigd dat we er overheen zouden gaan. En toen kwam de corona en toen wist ik het even niet. Dan denk ik, wat gaat er nu gebeuren? Nou, en toen hebben we toch al een noodplan gemaakt van jongens, je hebt natuurlijk een aantal voorraden, je hebt veel investeringen in je bedrijf, hoe ga je daarmee om? Nou, ik moet je eerlijk zeggen, na een maand konden we gelukkig dat plan weer in de la leggen. En we zijn gewoon hetzelfde inzet die we hadden in januari en februari, zijn we gewoon volop doorgegaan. En ja, dat is goed uitgepakt. Dat is heel goed uitgepakt hier. Dus ja, we pieken inderdaad, we doen het weer beter als 2019. Maar waar ligt dat aan? Hè? Want waar is zeg maar de belangstelling voor op het moment? Nou, ik denk dat het is dat mensen nu zien dat het toch iets anders is. Hè? Dat het toch, hè, de mindset is nu toch van jongens, eerst het gezin, eerst de veiligheid, eerst ikzelf, onszelf. Dat is gewoon nu een stuk belangrijker dan het bedrijf. In mijn categorie, zeg maar in de business waar wij zitten toch heel veel vermogende mensen. Die kunnen zich dat ook permitteren. Maar die hebben misschien zaken uitgesteld in het verleden. En die zeggen nu, ja jongens, we gaan het gewoon doen. We leven nu. Dus ze willen een stukje eigen lockdown kopen. Een stukje veiligheid. We hoeven niet te vliegen. We gaan lekker varen en ik denk dat dat ontzettend meegeholpen heeft. Ja. Want als je, want ik hoor het ook zeg maar, van andere botenbouwers, hè, dat eigenlijk de geluiden uit jullie branche, die zijn best wel positief. De sloepen die zijn populairder dan ooit. Nederland wordt herontdekt eigenlijk. Als je kijkt naar, want jij, niet iedereen weet dat, hè? Jullie hebben natuurlijk de superyachts van San Lorenzo. Ja. De hele mooie jachten van Blue Game. Zeg maar heel veel jacht eigenlijk vind ik voor weinig geld. Dat zijn de Princess Yachts. Prestige. De snelle Prestige. Jongens, dat zijn Prestige, de Saks. Ja, of sorry, Prestige. Oh god. Oh. Een fout, hè. Maar laat hem er wel in, hoor. Prestige. Ja, Prestige. Ja. Dan heb je zeg maar het snelle werk van Saks. Dat zijn de Rips. Wat zie jij? Je hebt alle categorieën. Voor iedereen heb je wat. Hè? Dus je hebt het hele marktsegment heb je. Ja. Dus als we. Kijk, ik zie het zo. Hè? Waarom ga je naar Lengers? Ja. Nou, Lengers, ik vind Lengers een brand. Daar ben ik ook altijd mee bezig om Lengers brand neer te zetten. Nou, je hoeft niet over een merk na te denken. Je rijdt gewoon of je maakt een afspraak met Lengers. En dan ga je kijken wat ligt er. Nou, en dan zie je dat je dus alles kunt bieden. En dat is belangrijk. Dat is ook het focus van mijn bedrijf, om dat nog verder uit te bouwen. Maar ik moet je wel natuurlijk zeggen, een sloep kan natuurlijk een best wel impulsieve aankoop zijn. Ja.
Maar de branche waar wij in zitten, of de merken die wij, dat is minder impulsief. Alleen de beslissing van de klant om het wel te doen, doen ze wel veel sneller nu. Omdat ze zeggen, ja, we weten volgend jaar ook niet of we inderdaad veel een hotel kunnen of een vliegreis kunnen maken. Dus het beslissingsmoment is absoluut is veel sneller geworden. Ja, ja. Maar eigenlijk hebben jullie het assortiment volgens mij van 50.000 euro tot 10 miljoen of nog meer. Nee. Het is vanaf, zeg maar vanaf 1,5 ton plus. Ja, ja. Nee, tot? De kleinste zak zegt zeg maar rond 150.000 euro. Ja. Dan heb je echt een complete mooie 9 meter saks. Ja. En dan begin je met de prestiges. De prestiges vanaf 3,5, 4 ton. Dus de goedkoopste prestige. Nou, de goedkoopste Blue Game is vanaf 700.000 euro. Dan heb je de goedkoopste San Lorenzo. Ja, dan maak je natuurlijk. Dan krijg je de San Lorenzo. Dan maak je natuurlijk gelijk een grote stap. Dan begin je met vanaf 4 miljoen. Ja, tot 70 meter. En dan gebeurt natuurlijk niet veel dat wij zo'n groot schip verkopen. Maar elke 2 jaar hebben we toch wel een groot schip boven de 40, 45 meter. En daar praat je over? Waar praat je dan? Ja, dan praat je over 20 miljoen plus. Ja, ja, oké, dat is echt mega. Want is Nederland een botenland? Kan je dat zo zeggen? Dus zijn wij echte botenliefhebbers? Als ja, land? Enorm. Als je ziet, Yves, ik was zelf even aan het varen een paar weken geleden. Ben ik even door Friesland heen gevaren. Als je ziet wat daar ligt aan boten, wat je ziet varen. Nou ja, ook in Amsterdam natuurlijk op het IJsselmeer. Vooral dit jaar valt het enorm op. Ja, we zijn echt een boterland. En het is natuurlijk een prachtig land om op te varen. Je kan overal naartoe. Je kan naar de eilanden, je kan de rivieren, je kan de meren pakken. De zee, de Noordzee kan je op. Ja, het is uniek, vind ik. Echt hoor. En hoe moeilijk is dat, hè, varen? Dus je hebt zeg maar in de grachten van Amsterdam. Ja, daar zie je werkelijk waar alles en iedereen met bootjes hannussen. Je moet een vaarbewijs. Ja, een vaarbewijs. Doe jij wegvoer? Ja. Ga maar beledigen. Ik kan wel wat hebben hoor. Ja. Maar ik heb wel uitgelegd wat bakbord en stuurbord was. Ja, nee, dat weet ik. Bakbord is. Ik heb het altijd geleerd dat stuurbord er zit een R in, dus dat is rechts. Ja. En bakbord is links. Dus, dat weet ik. Alleen met keren, met zeilen, vind ik het altijd ingewikkeld. En dan roepen ze altijd om je te lukken. Eén keer zo'n ding tegen mijn hoofd gehad. Nee, maar Bas. Als je zeg maar de techniek, hè, want een vaarbewijs halen is best een heel gedoe allemaal met die theoretische school die je moet doorlopen en dan zeg maar de ervaring op zee. Hoe lang duurt het voordat je een schipper bent? Dat je echt gewoon een mooi schip kan besturen. Oh, nou, tegenwoordig zijn natuurlijk die bestuurssystemen van een schip enorm eenvoudig. Het is allemaal via joystick, hè, die iets grotere schepen. Allemaal met joystick besturen, dus je kan al heel snel varen. Dan mis je natuurlijk wel een stukje ervaring. Als je moet afmeren, hè, dat je kijkt welke hoek komt de wind, of hoe ga ik manoeuvreren, hoe leg ik het schip neer. Dat is natuurlijk een stukje ervaring. Wij geven een volledige begeleiding, dus als iemand een schip koopt, we hebben verschillende kapiteins die klaarstaan om een schip af te leveren. Dus die gaan of 1 dag of 2 dagen, naargelang de klant het wil, zijn we er gewoon bij. Dus ja, je leert wel heel snel. En de ene pakt het, ja, de ene klant pakt het sneller op dan de andere. Ja, ja, precies. Dus het is ook gewoon heel persoonlijk. Maar een gemiddeld iemand, hoe lang doet die erover? Voor die, zeg maar, die niet exceptioneel veel kwaliteiten heeft, maar gewoon. Nou, stel dat jij zegt, Yves, ik ga morgen met jou varen. Dan denk ik dat jij na de tweede dag, kan jij gewoon al met het schip weg. Ja, ja. Maar het is meer gewoon het aanmeren, het inparkeren, de situaties die af en toe, dat is het. Maar gewoon varen aan zich is vrij simpel, toch? Nee, en dat manoeuvreren moet je gewoon veel doen, veel oefenen. Ja, ja. Ja, dan krijg je daar heel snel. Laat ik het zo zeggen. Een klant die begint met varen, die stoppen niet. Het is echt een verslaving. Ja, ja, precies. Het is absoluut een verslaving. Ik heb bijna zelden dat iemand zegt, dat varen gaat niet lukken. Bas, hier heb je het schip, verkoop het maar weer voor me. Maar het is gewoon een trance. Het is echt een addiction, weet je wel. Ja, ja. Absoluut hoor.
Hey, en als je kijkt, dit jaar, hè, normaal doe je allerlei beurzen en normaal ontmoeten wij elkaar altijd in Cannes, hè, op het Cannes Yachting Festival. Dan kom ik even naar je toe en dan maken we mooie opnames, gaan we een gezellig hapje eten. Dit jaar zou het Cannes Yachting Festival gewoon doorgaan in september. Hè, buiten, alles was geregeld door Reed Elsevier. Het zag er perfect uit en op het laatste moment is het afgeblazen door een regeringsbesluit. Hoe kijk jij daarna? Ja, dat is denk ik echt wel een politiek spel geweest. Ja. Wat natuurlijk voor ons een heel negatief was. Ja, voor een hoop mensen natuurlijk positief, maar voor ons natuurlijk negatief. Dat die Tour de France ongeveer hetzelfde moment georganiseerd is of was. Hè. Ja, het was heel jammer, want alle alle shipyards hadden zich ingeschreven, hebben betaald, weet je, en er is tot het laatste moment gewoon volgehouden dat het event doorging. Ja. En dan wordt zo'n event afgeblazen. Ja, ik vind het absurd. Ik vind het echt absurd. Wat ik heb begrepen, want ik heb het ook gevolgd, hè, al die berichten, en ze hadden het echt goed voor elkaar. Er was ook geen enkele reden om het niet te doen. Maar volgens mij, wat ik begreep, is het gewoon overruled door de Tour de France. Die hebben gewoon gezegd, we willen geen risico's dat daar iets gebeurt. Dan heeft dat reflectie op de Tour en daar is Reed Elsevier gewoon het slachtoffer van geworden. Die zijn ook woedend. Die houden ze nog in, maar wat ik zo hoor, dat wordt een mega claim. Maar denk jij dat ook, dat gewoon de Tour het gewoon heeft overruled? Ja, dat denk ik ook. Wel erg. Ja, dat denk ik ook. Wat wel gelukkig is, Yves, dat we van Genua Boatshow, wat eigenlijk nog een grotere boatshow is als Cannes. Ja. Dat die wel doorgaat op 1 oktober. We hebben daar een hele range liggen van alle schepen. Ja. Van A tot Z. Dus laten we hopen dat we daar een hoop mee goed kunnen maken dit jaar. Ja, ja. Nee, oké. Okay, maar de Giro di Italia is niet zo belangrijk dat wordt overgezet. Krijg je dat straks nog? Nee, die rijden gewoon maar ook niet door Genua heen. Dus daar heb ik ook geen last van. Ja, nou ja. Hey, en even naar 50 jaar Lengers, hè? Ik had begrepen, familie Lengers, in 1970 was dat. Ja. Toen zijn ze in de botenindustrie beland. Eerder dan gepland. Familie woont op dat moment aan het water met een mooie aanlegstijger voor boten. En een kennis die vraagt of hij zijn boot daar mag aanleggen om de aandacht van voortvarende waterliefhebbers te vestigen op zijn te koop staande jacht. En dat is volgens mij de etalage geweest van het begin van jouw historie. Klopt dat? Ja, dat klopt absoluut. Mijn vader was de eerste officiële bootmakelaar in Nederland. He, dus het bemiddelen in de verkoop voor een owner, voor een eigenaar van een schip. En dat bestond natuurlijk helemaal niet. En dat is met één bootje begonnen, toen nog een bootje, toen nog een bootje. Op de laatste lagen 150 schepen. Zo is dat gegaan. En wij zijn daar natuurlijk met de paplepel, is het bij ons erin gegoten. Ja. Dus ik was 12, toen was ik al voor mijn vader schepen aan het wegbrengen. En ook mijn broer, ook Hans, hè, precies hetzelfde. Dat wordt wel eens onderschat, maar Hans is natuurlijk mijn tweelingbroer, 5 minuutjes jonger. Ja. Maar ja, die werkt ook natuurlijk dag en nacht met de toko mee. Dus, en vergeet Marjolein niet, hè? Pas op, anders wordt ze boos. Ik wou net zeggen, maar je bent er net voor, okay. Marjolein. Ja. Nou ja, en de zoon van Marjolein, Nick. Dus we hopen dat we houden dus toch je een zoon, beetje... zoon, hè, Nick? Ja, ja. Ja, zoon van Marjolein, ja. Van Marjolein. En daarnaast natuurlijk een geweldig team wat we hebben. Maar zo is het begonnen. Ja. Hè? En toen heb ik de autoschool gedaan in Driebergen, de IFA. Ja. En toen kwam ik bij mijn vader te zeggen, ik heb maar 2 jaar mbo gedaan. En toen dacht ik, die boot, ik vind het zo leuk geschreven. Het zit gewoon in mijn bloed. Ik heb dus tegen pa gezegd. Ik zei, pa, ik wil het gewoon ook gaan doen. Nou, toen was ik 18. Toen ben ik begonnen, dus zo lang zit ik al in. En weet jij, kan jij nog herinneren wanneer jij je eerste boot hebt verkocht? Nou, dat is zeker in 1982 geweest. Juli 82. En officieel ben ik begonnen 1 november 82. En aan wie verkocht je die? Aan meneer Pietersen. Wat? Aan meneer? Meneer Pietersen. Nee, ik weet het niet. Weet je niet meer. Nee, maar dat lijkt me zo'n mooi moment dat je voor het eerst in je leven een boot verkocht. Dat weet je niet eens meer.
Nee, eerlijk gezegd. Want wij deden toen veel makelaardij, weet je wel. Veel gebruikersschepen. Er waren er best wel heel veel op jaarbasis. Nee, dat weet ik niet meer. Nee, helaas. Precies. Want jullie bestaan dit jaar 50 jaar, hè? Dus een jubileumjaar. Hoe vieren jullie dat? Nou, we hebben dus... We vieren het niet, hè. We hebben het eigenlijk niet gepland vanwege die corona. Ja. Er kan misschien nog verandering komen voor het einde van het jaar. Of misschien nog eens kunnen gaan doen. Ja. Maar ik heb al een klein voorsprongetje genomen. We hebben afgelopen weekend hadden we ons in-house water show, Lengers in-house water show, georganiseerd. En toen heb ik op vrijdag heb ik een feest gegeven. Owners meet owners. En dat was ontzettend leuk, Yves. En toen hadden we ook een leuke verrassing voor de klant. En dat is een dat heb ik toen in een klein speech heb ik dat gemeld, dat er toch iemand nog voorbij zou komen om het feest nog even de klap erop te geven. En dat was André Hazes, dus dat vonden de klanten ontzettend leuk. Ja. Was hij wel, normaal valt hij op oudere vrouwen, dus heeft hij zich een beetje gedragen. Ja, hij was super netjes. Hij was super netjes, dat is heel goed. Ja. En ik denk dat ik wel een boot aan hem kan verkopen. Ja, hè? Oh ja, doet iets zo goed. Leuk. Nou, hij moet ergens beginnen. Misschien is het wel goed voor hem ook. Hey. Ja. En was hij daar, heeft hij daar belangstelling voor, denk je, een boot? Nee hoor, ik maak een grapje. Hij maakt een grapje. Hey, want jullie zijn typisch, zijn net al, hè? Typisch familiebedrijf. Hè? Dus je broer, je zus, de zoon van je zus. Wat is nou volgens jou het voordeel van een familiebedrijf, helemaal in deze tijden? Want dat is toch het fundament van onze economie, eigenlijk, de familiebedrijven. Dat wordt vaak vergeten. Wat is dat, een familiebedrijf? Ja, je merkt, Yves, als een klant komt en ze zien die familie en die uitstraling die je dan toont van familie, want je draagt het ook over aan je medewerkers, hè, die... Heel gek, maar die gaan toch een beetje hetzelfde patroon volgen. Dat ze het gewoon heel vertrouwd vinden. Ja. En ze vinden het ontzettend leuk, weet je. Ze vinden, dat geeft zo'n band. Ja. En dat is het. Dat is het gewoon. Het geeft zoveel toegevoegde waarde. Dus dat is denk ik... En wij zijn natuurlijk allemaal wel sales georiënteerd. We zijn denk ik wel van nature... een aanleg ook om gewoon makkelijk met de klanten en met de mensen om te gaan. Hè, op een leuke wijze. Waarom? Omdat we het zelf heel leuk vinden. Hè, want dit kan je natuurlijk niet spelen. Je bent zo of je bent het niet. Ja. En dan val je heel snel door de mand. Nou ja, dat hebben wij allemaal in ons. Hè, wij vinden het varen leuk. We vinden het met mensen omgaan heel leuk. Nou ja, en als je dat toch wel door een aantal mensen doet van de familie. Ja, dan realiseert dat zich wel... gelijk en een groot aantal verkopen en ook een binding met de klanten. Ja, en je natuurlijk ook, je familiebedrijf is gewoon ook je leven. Ik bedoel, jullie hebben een prachtige locatie in Muiden. Volgens mij woon jij ook in de buurt van Muiden. Ja, daar ben je volgens mij gewoon ook dag en nacht mee bezig. Dat gaat gewoon 365 dagen per jaar door. En dat is toch ook gewoon het grote voordeel dat nu juist de familiebedrijven snel schakelen. Die gaan met elkaar zitten, die hoeven niet met allerlei mensen te overleggen. Dat zijn normaal gesproken de winnaars in een crisis. Nou ja, daar heb je gelijk, dat zeg je heel goed, dat had ik nog niet aangekaart. Maar ja, wij beslissen in een minuut, ja. Weet je wel, kant we op gaan. En inderdaad zijn we er altijd, hè, ook de weekenden. Ja. We hebben bijvoorbeeld, om je een idee te geven, Yves, vorig weekend zijn we met... 12 schepen, ik had het ook laatst aan je gemeld. 12 schepen zijn wij, doen we elk jaar, dat is de Lengers Tour. Ja, nou, er zitten dan 40, dan entertain je 40, 50 man, hè, 4 dagen lang. Mm-hmm. Ik wist niet dat dat zo'n leuk was en zo'n marketing tool eigenlijk. Hè. We hebben het gewoon als een geintje hebben we het opgestart. Ja. En we moeten nu een ballantagecommissie opstarten, want ja, de groep wordt te groot, zeg maar. We moeten de tweeën al gaan splitsen. Ja, hoe leuk is dat? En als je dan kijkt bijvoorbeeld, want de jaren daarna, hè, heb je daar een gevoel bij wat jij verwacht, zeg maar, in de jaren na 2020, na corona? Zeg maar? Ja, gewoon heel reëel. Kijk, omdat we misschien wat internationale bootshows gaan missen, hè? Zoals Cannes en Monaco, wie weet wat er met Düsseldorf gebeurt, waar we toch, ja, wij halen daar veel, veel deals uit. Ja, weet ik het niet. Ik hoop dat we op hetzelfde niveau kunnen blijven. Misschien moeten we ietsjes inleveren, zeker voor de grotere schepen, hè, omdat je minder kan vliegen naar de werven toe. Daar rekenen we wel op.
Maar vooral lokaal in Nederland, ben ik eigenlijk wel overtuigd dat die trend zich doorzet. Ja. Dus je bent op zich eigenlijk dus wel optimistisch over de komende jaren. Dus je hebt niet het idee, zoals er wordt moord en brand natuurlijk de hele tijd geschreeuwd in alle mediakanalen. Maar er zijn ook dus blijkbaar mooie verhalen te vertellen. Dus de boterbranche is eigenlijk een positief verhaal, als ik het zo hoor. Ja, nou ja, er is natuurlijk best wel veel vermogen onder de mensen opgebouwd. Ja, en je krijgt wel een categorie mensen die nu gewoon ook zeggen, ja jongens, we gaan het gewoon doen. Hè? Ja. En ik weet niet of dat economisch verbonden is. Ik denk het niet. Ik denk veel minder als vroeger. Kijk, net wat je zegt, als de brand erin komt of als iedereen in paniek komt, ja, dan durf ik het ook niet te zeggen. Nee, maar als het zo doorgaat, ja, dan ben ik absoluut optimistisch. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar het aankoopproces, hè, van een schip of van een boot of wat dan ook, zijn er ook financieringsmogelijkheden bij? Ja, wij werken al meer dan 10 jaar met een hele vertrouwde partner, een Duitse partner, is ook een familiebedrijf toevallig. Wij verzorgen dus hypotheken tot 60% financiering. En dan puur het schip als zekerheid. Dus mensen hoeven verder geen andere verplichtingen of andere dekking te geven. Maar alleen het schip als zekerheid. En ja, dat werkt gewoon heel goed. Dat werkt echt heel goed. Waardoor je toch een stukje liquiditeit vrijhoudt, hè, in je bedrijf. Dus eigenlijk zeg je dat je kan een schip kopen met eigen geld van 40-50%. De rest financier je. Het onderpand is zeg maar het schip. Waardoor je niet je huis als onderpand of je bedrijf als onderpand hoeft te doen. En tegen wat voor financiële voorwaarden moet ik dan denken? Hoeveel procent? Dan moet je rekenen rond de 3, nou, tussen de 3 en de 3,7%. Dus we zitten wel een stukje dus boven. Een opslag van 2% ongeveer op het gemiddelde markttarief. Nou ja, dat lijkt me helemaal niet onredelijk. Ja, en als zekerheid geef je dus een toestemming tot hypothecaire inschrijving. Het is gewoon eerst hypotheek. Ja, op het schip. Op het schip. Ja, en dat kan super geregeld in het Nederlands kadaster. Ja, precies. Okay. We hebben een van de meest vooruitstrevende kadasters in Nederland. Dus dat gaat prima. Hey, en zijn er ook nadelen aan een familiebedrijf? Ja, dat je af en toe elkaar de hersens in slaat. Maar jij bent sterk, dus dat meestal win jij dat. Nou, het explodeert wel eens hier, maar het duurt altijd maar een minuut. Dat is ook weer het voordeel. Ja, dat is weer het voordeel. Dus en what you see is what you get. Weet je? We zeggen gewoon dingen zoals we denken. Ja. En het geeft wel eens een beetje, het escaleert wel eens. Maar het is ook wel weer leuk. Het is weer de charme. Van een familiebedrijf. Ja. Hey, en even een paar dingetjes over jou persoonlijk. Ik heb deze vraag nog nooit ingesteld. Maar wat was jouw eerste baantje of bijbaantje? Weet je dat nog? Ik heb geen bijbaantjes gehad. Ja, nee? Mijn bootje schoonmaken. Nee, echt niet. Nee, echt niet. Ik ben gelijk gaan werken. En dan had ik dat maar wel gedaan. Dan had ik minder fouten gemaakt in de aanloop van mijn carrière. Ja, maar goed, dat is het proces. Hè? Want wat kan je, als jij terugkijkt, hè? Een beetje een rare vraag, maar hoe oud ben jij nu, Bas? 57. 57. Wat vind je van jezelf dan grote fouten die je hebt gemaakt in je carrière als je terugkijkt? Misschien iets te snel schakelen met sommige dingen. Dus iets wat ik nu bijvoorbeeld doe, weet je, dan wacht ik even. En dan denk ik er even wat langer over na. Ik ben best wel impulsief. Dus daar heb ik wel. Ik denk dat ik dat veel beter onder controle heb. Veel meer rust heb, veel beter onder controle heb. Ik denk dat de kracht van ons bedrijf is dat we een hele goede financiële man. Ja. Jeroen, die ik doet ken hem. Ja, nee, natuurlijk ken je. En dus dat ik dat ook gezien heb, dus dat ik wel precies. Maar hij is echt goed, hè? Het is niet te onderschatten. Want jij bent natuurlijk heel commercieel. Je bent misschien wel een van. Je hoort bij de wereldkampioenschappen verkopers, zou ik durven zeggen. Zo goed breng je dat zonder dat je eigenlijk verkoopt. Je bent eigenlijk een soort adviseur. Voordat je het weet, heb je de boot. Ja, dankjewel. Nee, maar dat is een mooi compliment. Dat doe jij gewoon heel goed. Nee, ik denk dat denk ik wel een slechte kwaliteit was van mijzelf. Dat ik alles wilde doen, dat, weet je wel? Dat. En dat je erachter moet komen wat je wel goed kan en wat je niet goed kan. En dat we dat zeker de laatste 15 jaar, hebben we dat goed op de poten gezet. En mede ook dankzij de hulp van Jeroen, dat we ook gegroeid zijn. En dat we het ook financieel goed op de rit hebben. Dat is ook belangrijk.
Nee, dat begrijp ik. Want als ik vraag aan Jeroen of aan Marjolein of aan je broer, wat voor leider is Bas? Wat denk je dat ze dan zeggen? Nou, toch een beetje dominant, denk ik. Toch ja. Een beetje dominant, ja. Ja, dat denk ik. Maar ja, en dat vind ik ook wel knap eigenlijk, dat hun ook het respect dragen naar mij toe, dat ik gewoon de beslissingen soms kan nemen. Weet je, en dat hun dat accepteren. Want het is toch je broer, het is toch je zus. En ook, ja, dat vind ik eigenlijk het mooiste van hun, van Marjolein van Hans, dat, ja, dat ze mij toch op gang laten gaan. En dat iedereen ook zijn taken goed kent in het bedrijf en dat ze dat accepteren. En dat, ja, dat is prachtig om te zien. Dat vind ik heel, heel dierbaar. Hey, en heb jij zelf een soort levensmotto, hoe jij door het leven wandelt, het levensmotto van Bas Lengers, is die er? Nou, ik hou natuurlijk wel, het motto is dat ik, ja, ik hou wel van een stukje, het moet wel, weet je, ik wil elke dag met plezier naar mijn werk gaan. Hmm. Op het moment als het niet meer gaat, of als ik pijn in mijn buik krijg, weet je, dan haak ik af. Het moet, er moet plezier, wij lachen ook veel. Ja. We hebben elke vrijdagmiddag gewoon lekker door met iedereen een borreltje drinken op de zaak voordat iedereen het weekend ingaat. En dat vind ik wel. En als ik dat kan blijven doen, weet je, met plezier naar je werk, je drijf erin houdt, ook je met plezier met je klanten om kan gaan. Ja, joh, dan kan ik wel 100 worden in dit bedrijf. Dat is toch het mooiste wat er is. Ja, dat is ook zo. Want als jij zelf, hè, want jij hebt best wel heel veel bijzondere klanten, mensen met toch wel. Exceptioneel. Ja. Ja, nee, maar het is zo. Ik ja. Zou wel een boek schrijven. Hier. Ja, nou ja. Doe maar niet, hè. Ja, zonder namen dan. Kan wel een paar mooie anekdotes uit de koffer halen. Ja. Toch nog even terug naar het bedrijf Lengers Yachts. Zoals ik dat bedrijf zie, is het een heel warm familiebedrijf. Waar service, zeg maar, hoog in het vaandel staat. Wat is jouw advies? Aan jouw branche, maar ook aan de Nederlandse regering. Want de Nederlandse regering die is natuurlijk, doet van alles en nog wat. Wat zou het advies zijn van iemand die zo lang in het vak zit, die alles heeft meegemaakt, maar wat je kan bedenken. Boten bouwen in Nederland, vind ik, heeft een cultuur. Hè? We hebben de grote werven ook in ons land. We bouwen schepen voor ja, Amerikanen die het miljardair zijn, voor Russen die miljardair zijn. Hoe belangrijk vind jij de botenbranche voor de Nederlandse economie? En wat is jouw advies aan de regering eigenlijk? Mijn advies is wat ik ontzettend goed vind. Wat ze in Duitsland gedaan hebben. Hebben ze het btw-tarief. Zeker in de coronaperiode. Hebben ze het btw-tarief Duitsland was 19, dus met 3% verlaagd. Dan laten we het gewoon een half jaar het btw-tarief. Ook voor de autoverkoop. Hè, om die weer een boost te geven. Is met 5% verlagen. Tot ja. Bijvoorbeeld. En ik denk dat dat een enorme commerciële impuls gaat geven. In feite zal de overheid net zoveel omzetbelasting vangen. Ja. Want er zullen weer meerdere transacties plaatsvinden. Ja. Dus ik denk dat dat een van de snelste maatregelen waar je door ook direct impuls gaat zien. Ja. Hè? Voor alles. Weet je wat zo raar is bij de overheid? Die overheid denkt altijd als ik de belastingen verlaag, dan heb ik minder inkomsten. Maar jij en ik weten eigenlijk heel goed dat als je juist even een impuls doet, krijg je meer omzet. Heb je wel een lager btw-tarief, maar per saldo levert het gewoon meer op. Hoe kan het nou dat zij niet zo denken? Zij denken altijd, ja, we verlagen iets, dus dan hebben we minder inkomsten. Terwijl dat helemaal niet zo werkt natuurlijk. Weet je wat vaak is, Yves? Het zijn ook mensen die heel veel gestudeerd hebben. Daar is helemaal niks tegen natuurlijk. Dat is alleen maar goed. Maar ze hebben nooit... Je moet eens vragen of ze eens een keer voor 100.000 euro risico gelopen hebben in hun leven. Of een roll drop hebben verkocht. Exact. Ja. Hè? Dat ze echt met het leven te maken hebben gehad. Ja. Dat is toch ook belachelijk met die automakers, die milieueisen. Dan is het weer hybride wat gesubsidieerd wordt. Dan weer voor die automakers toch niet meer te doen. Dat ze elk jaar de specificaties moeten veranderen. Ik vind het schandalig wat er gebeurt op dat gebied. Nou, gelukkig de botenbranche hebben we het alleen nog maar met btw te maken en hebben we geen invoerheffing erop. Tenminste niet voor de grotere schepen, wel de schepen uit Amerika, maar daar hebben we gelukkig geen last van. Oké, dus gewoon btw tijdelijk verlagen om impulsaankopen te stimuleren. Hey, en verwacht jij dat
er ooit duurzaam varen gaat plaatsvinden, dus elektrisch varen op het water. Hoe zie je dat? Ik zou het fantastisch vinden. Ik ben een voorstander. Ja. Het is toch prachtig dat je gewoon helemaal niks meer hoort op zo'n schip. Het is ook veel goedkoper natuurlijk. Ja, maar ik denk dat het nog veel, veel... kijk, autobranche kan je niet vergelijken, want die aantallen zijn zoveel groter. Wij zijn maar een heel klein peulenschilletje natuurlijk met de watersport. Maar hoe leuk is dat? Hè? Dat je gewoon vaart en je hoort niks. Kijk, er zijn altijd mensen die zeggen, nou, ik wil die motor horen, ik wil die uitlaat horen. Maar stilte is ook rust, hè, op het water. Ja. Hè? Dus lawaai maakt ook moe. Dus, ja. Maar wat denk je, wat is je inschatting? Dat we zeg maar toch wel die ontwikkeling gaan zien? 100%. Ja, maar hoe lang denk je dat dat nog gaat duren? Nou, ik denk dat je tussen nu en 5 jaar al een aardige ontwikkeling gaat zien. Wat zie jij dat al bij San Lorenzo, dat ze er al mee bezig zijn? Ja, ja. Nou, ik zie het ook bij grote motorenfabrikanten. Het probleem is dat in het begin dat er te veel verschillende fabrieken iets bij elkaar moesten stoppen om voor elektrische voortstuwing te creëren. Mm. En nu zie je dus bijvoorbeeld een Volvo die daarmee bezig is, een MTU, motorenfabrikant, om gewoon toch het op de markt te gaan brengen. Dus nee, ik denk zeker, dus nu in 5 jaar zie je zeker verandering. Vooral bij de kleinere schepen. Ja. Hè, en naarmate het vordert, zal ook de grotere schepen zal het bij gaan gebeuren. Maar ja, ik denk het zeker. Ik denk een goede ontwikkeling ook. Oké, een mooi perspectief. Nou Bas, we zijn er weer. Wil je nog ergens op terugkomen dat je zegt van je bent iets vergeten? We hadden nog iets wat we zeiden zondag nog even. Wat ik wilde nog aankaarten. Ja, misschien wel leuk dat wij dat wij toch voor alle brands in combinatie met andere dealers toch de beste resultaten hebben behaald. Ja. Maar goed, daar hebben we het in principe over gehad. Nou ja, nee, maar dat is wel in de podcast is dat onbenoemd. Hè? Jij bent, ik wil het toch wel even nog wel zelf dan benoemen. Ik ken de Italiaanse bouwers. Ik heb ze meerdere malen ontmoet. Ja. Het zijn ongelofelijke, trotse, emotionele... Ego komt wel op. Ja, maar wel heel erg gefocust op kwaliteit. En ik vond het ook heel vervelend, die ruzie in Italië en Nederland. Toen tijdens corona, denk ik, jongen. Met al die investeringen in Brussel. Nou, dat was allemaal niet nodig. Want volgens mij kunnen Italianen en Nederlanders hartstikke goed samenwerken. Maar wat mooi is, wat ik begreep, en dan moet jij mij maar even uitleggen hoe dat precies zit, dat Lengers Yachts bij de beste dealers, of misschien zelfs de beste dealer van de wereld hoort, qua verkoopprestaties op het gebied van de Blue Game. Klopt dat? Hoe zit dat? Ja, dat is zowel voor Blue Game zeker, want dan doen we ongeveer 60% van hun omzet. Ja. Prestige zijn we de beste dealer van Europa. En ook bij San Lorenzo zijn we de best presterende partner voor San Lorenzo. En daar ben ik eigenlijk ook wel heel trots op, want dat zijn toch de grotere schepen, weet je wel. Ja. Dus daar moesten we toch even ons goed in verdiepen. Maar dat gaat ook hartstikke goed. En vooral ook Duitsland, onze Duitse klanten. En onderschat ook niet de Nederlanders. Hè. Want er zit, ik vind het heel knap hoor, dat Nederlanders toch zoveel schepen kopen. Ja, nee, maar dat is zijn niet alleen bedrijf, dat is gewoon overal. Maar dus dat is heel leuk dat we dat gepresteerd hebben. Ik vind het een mooi moment om af te sluiten. Bas, ik wens je in ieder geval nog een heel mooi en spannend 2020 en zet de lijn voort. Dankjewel, je bent altijd een genot om met jou een leuk gesprek aan te gaan. Dankjewel man. Ja, ik spreek je snel. Oké, bye bye. Tot ziens. Ja. Bye. Dit was de eerste aflevering van een 1-2'tje met Yves in de nieuwe serie Uitblinkers. Een mooi gesprek met Bas Lengers, die ik al ruim 20 jaar ken. En die ook inmiddels een vriend is geworden. En ja, veel respect verdient hoe hij het mooie familiebedrijf Lengers Yachts zowel door het water heen jaagt, maar ook door de moeilijke coronatijden met veel creatieve inzichten. En zeker leerzaam om daar eens goed naar te luisteren. De podcast 1-2'tje met Yves is ook genomineerd voor de Online Radio Award. En dan zou ik het natuurlijk best leuk vinden als u de moeite neemt om op mij te stemmen. Maar ook op het, dus als presentator, maar ook op het format 1-2'tje met Yves. En dat kan tot 15 september via onlineradioawards.nl. Het zou natuurlijk zeer gewaardeerd worden als u daar heel even de moeite voor wil doen.
En aanstaande vrijdag, dan ben ik er weer met een nieuwe aflevering van The Gigs. En wie ik dan als eerste ga bellen is Erik de Vlieger. En wat heb ik veel vragen aan hem. En ik verzeker u, dat gaat een hele spectaculaire podcast worden. En volgende week ben ik weer terug met een nieuwe uitblinker. Blijf luisteren en ik wens u vooral een hele goede week. Dank u wel.